Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Rosmarijn Bekkers, ik ben 32 jaar en afkomstig uit de parel van Haspengouw, Sint-Truiden. Ik ben getrouwd en moeder van 3 dochters. Voor de verkiezingen van het Vlaams parlement sta ik op de 2e plaats van de lijst van het Vlaams Belang in Limburg. Ik studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en na mijn studies heb ik enkele jaren lesgegeven. Nu werk ik op het advocatenkantoor van mijn man. Als ik verkozen ben, wil ik mij vooral inzetten in het Vlaams parlement voor onderwijs. Waarom stapt u in de politieke strijd? Eigenlijk is mijn politiek engagement niet nieuw. Ik heb in 2006 deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden. Ik was toen ook verkozen. Maar in 2009 is mijn eerste dochter geboren en heb ik beslist om volledig te stoppen met politiek. Ik had mij voorgenomen om nooit nog om op een lijst te staan. Maar dan zijn mijn dochters naar school beginnen gaan en merkte ik meteen van in de kleuterklas eigenlijk capaciteitsproblemen. Dus veel te grote kleuterklassen, kinderen die heel veel zorg behoeven, juffen die eigenlijk niet kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, namelijk lesgeven, allerlei problemen. En toen begon het toch terug te kriebelen en toen ze me dan gevraagd hebben om kandidaat te zijn voor het Vlaams parlement, toch het niveau waar onderwijs beslist wordt, heb ik toch beslist om het toch maar te doen. Welke quote heeft u gekozen? De Vlaamse taal is wonderzoet zolang men haar geen geweld aandoet, van Guido Gezelle. Omdat ik uit een familie kom van Germanisten. Juist taalgebruik is mij met de paplepel ingegeven. Als ik durfde een fout te maken, werd mij dat zeer zwaar aangevreven. En ik merk nu met mijn dochters, gisteren kwamen ze thuis en zat de kat in de zon, zeggen ze, oh kijk, de kat zit daar zo cute. Dat vind ik heel erg, zo de verengelsing van onze samenleving. En ook de sociale media, als je soms ziet hoe kinderen of jongeren of volwassenen schrijven, welke fouten er... Ja, ik vind dat vreselijk, daar gaat mijn haren van recht staan. Dus ik ben voor de opwaardering van het Nederlands. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn grote politieke voorbeeld, het is bijna een naamgenoot, is Marie-Rose Morel, die hier ook in het Vlaams parlement gezeteld heeft. Eerst en vooral omdat ze politiek gezien onze standpunt op een zeer warme en menselijke manier kon brengen, heel toegankelijk brengen. En dat heeft ook voor verkiezingsoverwinningen gezorgd. Maar ook omdat ze dan later in haar strijd tegen kanker echt een voorbeeld is geweest voor heel veel mensen. Een moeder die zo moedig tot op het einde gevochten heeft. Toen wist ik dat nog niet, want toen had ik zelf nog geen kinderen. Maar wat een vreselijke strijd moet dat geweest zijn, wetende dat je je kinderen niet zult zien opgroeien. Ik heb daar heel veel bewondering en respect voor iemand die zoveel kracht heeft. En ik denk dat zij een voorbeeld is voor heel veel mensen. Wat zijn uw politieke interesses? Zoals ik juist al zei, onderwijs. Van in de kleuterklas kampen de juffen en meesters met een capaciteitsprobleem. Te grote klassen, te veel zorgbehoevende kinderen, te veel kindjes met een pamper. Dus de juffen kunnen eigenlijk niet doen waarvoor ze zijn opgeleid, lesgeven. Plus nog een keer een hele grote administratieve planlast. Zelfs van die kindjes van 2,5 jaar moet een heel dossier worden bijgehouden. En als we dan verder opschuiven naar het lager onderwijs, opnieuw capaciteitsproblemen. Maar ook door het N-decreet zien we dat er heel veel zorgbehoevende kinderen in het gewoon onderwijs zijn terechtgekomen. Wat op zich een nobel doel is, maar omdat er eigenlijk geen middelen of te weinig middelen zijn vrijgemaakt, krijgen die kinderen niet de zorg die ze verdienen. En kunnen de leerkrachten kunnen daar ook gewoon niet mee omgaan omdat ze daar niet voor opgeleid zijn. En dat is slecht voor de leerkrachten, maar ook vooral voor die kinderen. Dat is iets wat mij heel kwaad maakt. En ook dan, als je verder gaat in het secundair onderwijs, door alle onderwijshervormingen merk ik ook dat het niveau heel erg gedaald is. Er zijn taalproblemen. Daar vind ik heel interessant. Daar wil ik zeker mij mee bezighouden. Wat ik ook heel interessant vind, is verkeersveiligheid. Ik ben, ondanks het feit dat ik van het Vlaams Belang ben, heel erg groen. En ik probeer alles met de fiets en te voet te doen. Maar zelfs in een kleine stad zoals Sint-Truiden is dat heel erg gevaarlijk. En als we op vakantie gaan in Nederland, dat is een verademing. Hoeveel plaatsen voetgangers en de fietsers hebben. En dat wil ik ook echt wel voor Vlaanderen. Als we willen inzetten op voetgangers en fietsers, moeten we de infrastructuur zeker en vast aanpassen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat
wat ik heel raar vind in de politiek is dat er heel bitsig en hard met elkaar wordt omgegaan. Ik vind dat heel moeilijk. Ook de media speelt daar soms een rol in. Hoe soms mensen worden gemaakt of gekraakt, dat vind ik soms akelig om te zien. Wat mij ook heel erg verontrust is het afnemende vertrouwen in de politiek. Mensen zeggen, we gaan wel stemmen 26 mei omdat we moeten, maar eigenlijk maakt het niet uit voor wie we stemmen, het zijn toch allemaal dezelfde. En dat vind ik een hele akelige tendens, omdat die democratie toch een zeer hoog goed is. Ik denk dat dat mede veroorzaakt wordt door heel veel beloftes die gedaan worden, verkiezingsbeloftes, die eigenlijk onmogelijk allemaal kunnen worden uitgevoerd na de verkiezingen. En dat zorgt eigenlijk voor dat het geloof van de mensen in de politiek zeer sterk tanend is. En ik vind wel dat we als politici de taak hebben om daar iets aan te doen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een sprookjesboek meegebracht, het sprookjesboek van de Efteling. Eerst en vooral omdat ik een hele grote fan ben van de Efteling, maar ook omdat mijn grootmoeder mij als kind heel veel sprookjes vertelde en ik dat heel belangrijk vind voor de taalontwikkeling. Voorlezen is heel belangrijk, maar ook kinderen stimuleren om te lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling, voor de ontwikkeling van de woordenschat, maar ook voor de globale ontwikkeling, voor de kennis van de wereld. En ik wil al mijn mede-ouders en grootouders oproepen om hun kinderen heel veel voor te lezen, want er is echt niks mooier dan zo samen tijd spenderen.